gaan aan de slag. En dan is meteen je vraag, heb ik dan een macrolens nodig? Nee, dat hoeft niet. Want zeker als we de definitie hanteren van macrofotografie, dat het niet per se die 1-op-1 vergroting moet zijn, maar dat het vooral gaat om de manier waarop je omgaat met je details. Ja, in dat geval kun je eigenlijk misschien wel gewoon je eigen spullen gebruiken. Dus in deze aflevering ga ik vertellen wat je kan doen met je eigen lenzen, gewoon de lenzen die je zelf hebt. En ik ga een aantal hulpmiddelen vertellen die je kunt gebruiken om met je eigen spullen toch een stapje dichterbij te kunnen, om toch wat meer te gaan vergroten. Dus deze keer helemaal macrofotografie zonder macrolens. Een van de manieren om van je gewone lens een macrolens te maken is het gebruik van tussenringen. Ik heb nou een 50 mm lens erop zitten, maar zoals je kunt zien is de afstand die ik moet houden tot aan die bloem best wel groot. 45 centimeter. En dat betekent dat de bloem eigenlijk best wel klein in beeld is. Ik zou ook graag wat dichterbij kruipen. Nou, dat kun je doen met tussenringen. Tussenringen, dat is zo'n setje van ringen. En die kun je loshalen. Er zijn ook drie verschillende groottes. Deze is 36, 20 en 12 mm. En door één of meerdere ringen tussen de lens en de body te zetten, dus kan ik ervoor zorgen dat ik een stuk dichterbij kan komen. En hoe meer van die ringen ik ertussen zet, hoe dichterbij ik met mijn lens bij mijn onderwerp kan komen. Dus we gaan gewoon eens beginnen met een kleine ring ertussen te zetten. Dat is 12 mm. Nou, dan gaat de 50 mm er weer op. En ik zat net hier en ik heb een heel klein vergrotingje erbij, maar 12 mm. En dan zie je dat ik ineens een heel stuk al dichterbij kan komen. Dat scheelt al gewoon al zo'n stuk, terwijl ik maar zo'n tussenringetje ertussen heb zitten. Kijk, en dan krijg ik die bloem al een stuk groter in beeld. Maar ik zou hem nog wel groter in beeld willen hebben. Dus we gaan er gewoon nog eens eentje tussen zetten. Pakken we niet de 12, pakken we de 20. Het zijn ook gewoon holle buisjes. Dus het enige wat hij doet is ook afstand creëren. Maar er zit wel wat elektronica in, zodat in feite diafragma en scherpstelgegevens wel worden doorgegeven. Maar autofocus doet het niet fantastisch meer hoor, met die tussenringen. Dus ik heb hem eigenlijk altijd op manual focus staan. Kijk, en nou begint die bloem echt wel heel mooi groot in beeld te komen. Nou, dat scheelt inmiddels al zo'n stuk. Nou, eens kijken wat er gebeurt als ik nou de grootste ertussen zet. En dan gaan we daarna voor de grap ze nog een keer allemaal erop zetten. Ja, nou zit ik al echt al bijna ongeveer in mijn bloem. Waar je wel op moet letten is dat ook de maximale scherpste afstand naar voren komt. Dus ik heb eigenlijk nu nog maar zo'n stukje waartussen ik kan scherpstellen. Dus het is, de scherpste ring is puur voor de fijnafstelling. Maar de grootste scherpstelling zul je moeten doen door echt van voren naar achter te gaan. Ja, nu heb ik de bloem volledig in beeld. Nou, als ik ze er alle drie nu tussen ga klikken, ja, dan heb ik echt alleen maar een deel van de bloem nog maar. Zo doe ik een aardig torentje inmiddels. Ja, nu krijg ik de hele bloem niet meer los, niet meer zijn geheel erop. Maar nu gaan we echt naar alle meeldraadjes kijken. Nou, als je met die tussenringen aan de slag gaat, het grote voordeel ervan is, er zit geen glas in. Dus de kwaliteit van je lens blijft de kwaliteit van de foto. Maar er zitten wel wat nadelen in. Je verliest ontzettend veel licht. Je zult merken dat je sluitertijd veel langzamer gaat worden. Dus het gebruik van een statief wordt al snel aan te raden. Of je moet je ISO een stuk hoger gaan plaatsen. Koop je nou later een macrolens, dan is die tussenring nog steeds fantastisch. Want zelfs die macrolens kan tot een 1-op-1 vergroting. Maar in combinatie met die tussenringen kun je gewoon verder gaan waar die macrolens gebleven is. Dus zo'n setje tussenringen is ook in combinatie met de macrolens een enorm goede aanvulling. Een andere methode om van je gewone lens een soort macrolens te maken is het gebruik van een voorzetlens. Deze zul je vooral gaan gebruiken op je telelens. En een voorzetlens is eigenlijk niets meer dan een soort filter. Denk aan een UV-filter die je voor op je lens schroeft. Nou, wat doet zo'n voorzetlens nou? Het is een soort extra vergrootglas. Waardoor je ook, net als bij die tussenringen, ineens veel dichter bij je onderwerp kan komen. Het voordeel van een voorzetlens en een telelenscombinatie is dat je dan in plaats van een meter ineens op 20, 30 centimeter terechtkomt. Die tussenringen kosten heel veel licht, waardoor je sluitertijd langzamer wordt. En die voorzetlens heeft hij maar geen last van. Aan de andere kant, een voorzetlens is zelf een stuk glas. Dus in theorie gaat de kwaliteit van je beeld wel wat achteruit, omdat je natuurlijk meer glas gaat plaatsen voor je lens. Nou, een derde methode om van je gewone lens een macrolens te maken is het werken met omkeringen. Stel je voor je hebt een groothoeklens, dus een hele kleine brandpuntsafstand waarbij je helemaal uitzoomt. En dan past de hele wereld op die sensor, alles verkleint. Wat zou er nou gebeuren als ik die groothoeklens achterstevoor op die camera plaats? Ja, dan kun je je voorstellen dat alles extreem vergroot. Nou, het voordeel is, ze zijn hartstikke goedkoop. Dus perfect om te experimenteren met extreme macro. Maar het nadeel is wel, ja, de elektronica zit ineens aan de verkeerde kant. Dus zaken als diafragma komt niet meer door.
dan is het heel mooi als je dan een merk hebt of een lens hebt die een diafragmaring heeft die je zelf met de hand kunt bedienen. Want dan kun je nog wat diafragmeren. Want je zult merken door die extreme vergrotingen krijg je een extreem kleine scherpte diepte. Ja, en als je dan nog iets kunt diafragmeren met zo'n diafragmaring, zorgt het er wel voor dat je nog wat scherpte diepte overhoudt. Goedkope manier om extreme macro te krijgen. Dus zeker het proberen waard. De volgende aflevering gaan we aan de slag met de macrolens. Wat is het dan voor een speciale lens en hoe kan ik daar dan beste mee werken?